Goedemorgen. We hebben 10 dagen lang goedemorgen kunnen zeggen aan jullie. En we hebben heel erg goed nieuws, want er komen heel erg veel goedemorgen aan. Want vanaf nu gaan wij dagelijks vloggen. Nu ga ik eventjes een ontbijtje maken. We kunnen gaan smullen. Kijk, dit vind ik dus zo mooi dat de paasbloemetjes uitkomen, de narcissen. Dat wil zeggen dat het dus terug bijna Pasen wordt en dat het dus ook weer warmer wordt. Ja, en kijk eens naar boven. Een heldere blauwe lucht, het zonnetje schijnt. We kunnen eraan beginnen. En naar waar gaan we? We gaan vandaag naar Antwerpen, naar de Belgium Tube Days. We zitten nu eventjes in de auto, omdat er superveel wind is buiten. Maar ik wil jullie alvast Dinja voorstellen. Hoi. Dinja, vertel eens wie dat je bent. Ik ben Dinja van het YouTube-kanaal Dinja VNS en ik maak ook YouTube-video's. En wat hebben jullie bij? We hebben een cadeautje mee voor elkaar. Oh. En dus we gaan iets speciaals doen, hè? We gaan een swap doen of zo, ja. Hè? Ja, en dus een swap is eigenlijk van, ik geef eigenlijk een cadeautje aan haar en zij heeft een cadeautje aan mij. En dan gaan we het op een ander moment uitpakken. Oké, okay, ik zou zeggen swappen maar. Ja. Dankjewel. En nog niet openmaken, hè? Nee. Nee, we gaan het morgen openen. Oké, okay, en dan dus jij ook op je kanaal? Ja. Oké, okay, super, dan gaan we dat zien. Ik wil gevuurd worden. Zijn je zwaaien? Hoi, goedemorgen. Zwaaien, goedemorgen. Goedemorgen, Antwerpen. Goedemorgen. Zijn we nog niet wakker? Nee. We zijn binnen. Ja. Er is hier zoveel te doen. Ja, klopt. Gaan we even een rondje lopen? Ja. Alright, kom. Wat een mooie vogel hier, de kokkievogel. Kan de kokkievogel ook het dansje van de kokkievogels? Ik weet niet. Kan je misschien iets vertellen over wat jullie hier doen? Wij zijn een online shop met allerlei trendy make-up merken die vooral ook heel erg gekend zijn op YouTube door alle beauty bloggers en vloggers. Dus daar zijn de merken dan het meeste bekend, dus vandaar dat we hier staan. Doe eens een mooie lippenstift aan. Oké. Okay. Wauw, sexy. Mooi, hè? Ga je het aanlaten? Ja hoor, tuurlijk. Mooi toch? Oké, heel mooi. En hier kan je met bekende YouTubers op de foto. Dat zullen we ook even doen. Jij bent een YouTuber. Ja. Dus dan gaan we met jou even op de foto lachen. Mijn kanaal is Dion. Ik maak bucketlist video's, ik maak sfeervideo's, droomvideo's. Van alles. Dit wil ik doen. Hier achter ons staat een superleuk ding, precies Wipeout. Je moet op een blokje gaan staan en dan moet je springen wanneer het balkje naar jou komt. De bedoeling is dat je als laatste overblijft en dat ga ik proberen. Nu is het jullie beurt, hè? Ja, wij gaan ook sowieso super snel eraf vallen. Kijk, dat ziet er soms. Kom maar. Pas op, pas op. Maar je hebt het toch wel een beetje goed gedaan, hè? Hier is meneer Janssens en King Tube 1. Zij kijken naar onze video's. Duimpjes omhoog! King Tube 01, hè? Kom. We staan hier samen met een paar kijkers van ons. Duimpjes omhoog! Duimpjes omhoog! Kijk, ik was dus net eventjes gaan eten en kijk, nu ben ik dus Jeno kwijt. Hij is hier aan het rondlopen en ik weet totaal niet meer waar. Dus we moeten nog weer gaan zoeken. En er zijn hier zoveel mensen. Kijk hoeveel mensen dat er hier gewoon zijn. We beginnen hier maar eens één persoon in te zoeken. Kijk, en hier komt er een meisje koekjes uit. En wie kan dat daar nu nee aan zeggen? Ik wil wel graag eentje met de chocolade. Dankjewel. Geniet ervan.
Kijk, terwijl ik hier even aan het rondlopen was om in te zoeken, kwam ik hier Thibaut tegen. En Thibaut is een kijker van ons. Zeker een duimpje omhoog. Ja, en abonneer. Wat doen jullie op YouTube? Nu maak ik dagelijkse vlogs. Dus eigenlijk gestart met enkel waterpark- en pretparkfilmpjes. Maar ik al snel mis zelf eigenlijk een beetje meer eigenlijk naar een personal touch van onszelf in onze filmpjes. Dan zijn we dus nu gewoon aan het dagelijks vloggen. We staan hier bij Olex. Olex is ook een YouTuber, vlogger. Hij maakt op regelmatige basis een video op YouTube. Heel erg cool. En veel succes hier. Je hebt een hele lange rij, dus ik zou zeggen, veel plezier. Want, pauze nodig. En we gaan gewoon het rijtje af. We staan nu bij Ryan, ook een YouTuber. Stel je even heel kort voor. Ik ben Ryan, beter bekend als Una Giese op het internetplatform YouTube. Allemaal subscriben, zou ik zeggen. Ja. Hey, tof dat je hier ook zit. Je hebt hier nog een heleboel fans die hier voor jou staan. Ja, klopt. Dat is fantastisch. Dat is eigenlijk wel leuk, hè, of niet? Leuk, maar vermoeiend. Dus dat is 50-50. Nee, ik kan me wel voorstellen dat toch wat tof is. Ja, of niet? Dat wel. Maar vermoeiend. Heel vermoeiend. Hoi, joh. Mag ik jou een handje geven? Dank je. Ik weet wie dat is. De witte ginger. Ja. Ook een YouTuber. Kijk eens. Wat doe je, gast? Doe normaal. Gast. Soms gaat het ook eens mis. We staan hier bij Yannick en Leslie. Zij hebben samen een YouTube-kanaal. Yes, het is een Merix. Zeker eens abonneren, zeker eens checken. Heel leuke beelden. We zijn goede vrienden en we gaan binnenkort nog eens samen wat doen. Ja. Nu is het een beetje te druk en jij moet ook straks weg. Ik moet door. Ja. Dus wij zien elkaar nog eens later. Ja. En ze hebben hier ook nog een hele leuke Canon-caravan. Yes. Kijk hoe schattig. Like Eline hier en Jo Ellen hier, Jan Tans hier. Wij gaan een spelletje spelen. Ik ben er ook nog, hè? Ja, ah, ja sorry. Sorry. We gaan een spelletje spelen voor op ons YouTube-kanaal. Als je dat wilt zien, dan moet je even hier of hier klikken, want dat staat al online. Ja. Maar is die? Ja. Zeker? Heel zeker. We gaan even snel even iets gaan eten in Antwerpen. Maar kijk hier, die lift. Ik durf er bijna niet in. Dit is de smalste lift, denk ik, die er bestaat. Maar goed, ik ben afgevallen, jongens. Ja. Anders had het echt pas niet ik er nog bij? Ja. Mooi, die past niet. Nou, het eten lukt het niet meer, jongens. Het past echt niet meer. Als de lift nu vast gaat zitten, hebben we wel een probleem, hè? Ja, kijk dit, hoe klein dit is. Het is hier echt heel klein. Ik ben bang in een lift. We staan in ondergrondse parking. Zijn we wel? Ik hoop het. De lift blijft er niet van, hè? We staan stil. Oh, dit is nu. Dit is toch geen grap? We hebben het overleefd. Oh, man. Ik heb claustrofobie. Wat is? Nu zijn we op een verkeerde verdieping. We zitten op de 1 verdieping. Dus we moeten terug in die griezelige lift. Oh, nee, zeg. Ik ga gewoon met de trap, hè? Nee, we nemen gewoon een trap. Rond de trap maar doen. Ja, dat is veiliger. Je hebt hier de Giovanni's in Antwerpen, misschien ken je dat wel. Daar heb je 1 restaurant ervan. De 2e, dat zijn ze momenteel aan het renoveren. En er is nog een 3e, een beetje verder in de straat hier. Grappig, hè? Een paar fans. Duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Kijk, we hebben net ons eten hier gekregen. Iedereen heeft hier een pizza. Behalve... Ik heb geen pizza genomen. Ik ga voor het Italiaanse vlees. Ik heb gisteren al pizza gegeten, dus geen 2 keer na elkaar. Dat vind ik te veel van het goede. Het Italiaanse vlees is zo, hè? Nee. Ik mag het doen met... Kijk eens, wat een mooie kaart van Italië. Ja, begin maar al hoor, jongens, want als je op mij gaat moeten wachten... Ja. Dat is meestal zo. Op mijn eten moet je altijd lang wachten. Dus, Ja, je hebt altijd last van het eten. Ja. Op piano zelf moet je ook altijd lang wachten, hè? Ja, dat hebben we. Dan heb je dat weer. Het is heel fijn hoor, met onze YouTube-vrienden. Smakelijk, iedereen. Smakelijk. Jeno die moest een beetje langer wachten op zijn eten, maar kijk. Eind goed, al goed. Smakelijk. Zo, en we gaan hier afsluiten. Het was een hele drukke dag, hè? Ja, wel heel leuk. Hey, en we hebben afgesproken, jullie komen over 7 dagen is bij ons op bezoek. Ja. Dat is goed, hè? Tot dan, hè? Als je dit een leuke video vond, doe dan zeker de duimpjes omhoog. Vergeet niet te reageren. En ook nog te abonneren. Ja, dat ook. Doei, tot morgen. Tot morgen.